Onze hulp, onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, trouwe hart, tot in eeuwigheid en nooit laat varen te werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede voor hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij willen zingen, gemeente, Psalm 103, daarvan het eerste vers, loof, loof den Heer mijn ziel, met alle krachten, en het zesde vers uit Psalm 103, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst, waarmee hij hen wil gadeslaan. 1 en 6 uit Psalm 103. Stellen voor Gods heilige wet en de hoofdsom die Christus daarop gegeven heeft. Zingen daarna Psalm 130, het tweede vers. 130 vers 2, na de wet des Heren, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, ga dus slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Tweede vers uit Psalm 130. Nadat wij ons gesteld hebben voor Gods heilige wet, welke al dus luidt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik,
De Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de hoofdsom, welke Christus geleerd heeft, luidt al dus: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laat ons bidden. Wij vernederen ons, Heere, voor uw heilig aangezicht. Wij buigen ons in het stof. Wij mensen die sterfelijk en die zondig zijn. Wij mensen die niet gehandeld en niet gedaan hebben naar uw heilige wet. En wij mensen die doordrongen moeten zijn van het gegeven, van de waarheid, van het geloof en de belijdenis, dat niets geheel aan ons is, dat wij onrein zijn en dat wij wonen te midden van een volk dat onrein is. Wij buigen ons voor u in het stof, omdat wij stof zijn en tot stof wederkeren, omdat er in ons niet die geest en dat leven is dat gij erin gelegd had, omdat we niet kunnen staan in dat leven en in die geest der liefde waartoe gij ons geschapen had, omdat we keer op keer en dag op dag en minuut op minuut afwijken, afdwalen en eigen wegen gaan en niet weten wat het is om te wandelen aan uw goddelijke barmhartige hand. Wij buigen ons in het stof, Heer. Wij mogen en moeten voor u belijden dat we weten dat gij uzelf in het stof gebogen hebt. Heel diep.
Heel vernederend, heel arm. Heel smadelijk. Gehaat en gehoond in uw zoon. De Heer Jezus Christus. Hebt gij de diepte der diepte? Hebt gij de zonde zelf op u genomen? Hebt gij de dood gedragen? Zijt gij met het stof omkleed geweest? Heer, wat een gebeurtenis, wat een wonder, wat een geheim. Als we deze dingen mogen verstaan. Als we daaruit mogen leven bij dag en bij nacht. Bij alles wat gij op onze levensweg geeft. Als we daarvan mogen getuigen, als dat van ons afstraalt. Die belijdenis dat wij stof zijn, nietig en zondig. Maar dat wij nochtans weten mogen dat gij onze plaats hebt ingenomen. Dat gij geworden zijt die ge niet waart. Dat gij onzer een geworden zijt in uw eigen zoon. Ja, dat gij zo alles van ons overgenomen hebt. En dat gij uit dat stof zijt weergekeerd en zijt opgestaan. Tot een stralende verrijzenis. Wij moeten voor u beleiden als gemeenteheren van de jongste van het kind af tot de oudste toe. Dat wij eigenlijk wars zijn en vreemd zijn en onbekend zijn met dat geheim om daaruit te leven. Te leven met de dood van Christus die onze dood is en met zijn opstanding die onze opstanding is. Omdat we liever voortgaan om zelf dood te zijn dan op te staan tot een nieuw leven. Maar gij zijt daar niet tevreden mee. Niet tevreden met ons verzet. Niet tevreden dat wij onze eigen gedachten voeren. En dat wij eigen wegen gaan. Gij zijt niet met ons tevreden. Uw tevredenheid is deze dat gij tot de gemeente komt. Met dat bevrijdende, dat wonderlijke evangelie. En dat gij die gemeente op haar plaats zet. Op de plaats van haar dood. En dat gij die gemeente kennis laat maken met hem die de dood heeft verslonden. En met het wonder van uw heilige geest om aan hem verbonden te worden. Dat we komen tot zijn opstanding. Dat is uw heilige wil. Wilt gij dat ook willen deze morgen? De mogelijkheden bij u zijn er. En wij mogen zelfs zeggen dat er wil, dat de wil er bij u is om dat te willen. Dat te kunnen en te willen overbrengen in onze harten. Middels het eenvoudige woord, de prediking. Laat dat vanmorgen in mogen slaan. Laat dat zijn werking mogen doen. Gedenk gij daarbij alle die verloren zijn en die hun eigen weg kiezen, die hun eigen gang gaan. En wil gij ze terugvoeren tot uw gangen en uw weg. Gedenk gij daarbij allen die in uw weg wandelen. En die nochtans juist daarom te meer met dit gebed moeten instemmen. Dat ze zo vaak handelen naar eigen gedachten en eigen ingeven. En wil ook de zulke door de bediening van het evangelie trekken tot het leven. Zegen ons zo onder de druppelen van het bloed van uw zoon. Dat tot ons komt in de prediking van het evangelie. Beleidende dat gij barmhartig en heilig zijt. En dat gij in uw zoon genadig zijt en dat gij in den geest bevrijdend werkt. Tot eer van uw drieënige naam. Amen. Bidden wij deze uit het laatste Bijbelboek, de openbaring van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20, openbaring 1, te beginnen bij het 9e vers. Openbaring 1, vers 9, waar de apostel Johannes ons het volgende voorhoudt, schrijvende: ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus,
was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet schrijft dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis en naar Philadelphia, naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren en in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlammen vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. De zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Gemeente. We willen vanmorgen overdenken versen 17 en 18 uit dit geweldige hoofdstuk, vers 17 en 18, ik lees u dat nog maar eens. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen. En ik heb sleutels der hel en des doods, dat wordt dan vanmorgen gemeente schrik, troost en overwinning. Wanneer Christus verschijnt aan Johannes op Patmos, betekent dat verschrikking, vertroosting en toch ook tegelijkertijd daardoorheen en daaroverheen overwinning, overleven en dood. Wij gaan zingen onder de collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En dan is de diaconiecollecte die is bestemd voor gericht op Bangladesh, naam die niet vreemd in uw oren klinkt sinds enige weken. We zijn er wat laat mee door omstandigheden om ook Bangladesh in onze gaven, in onze giften te betrekken. Misschien heeft u dat al gedaan op een andere wijze, maar dat is natuurlijk niet zeker. Vanmorgen kunt u het doen op uw wijze om deze mensen in bittere nood iets mee te delen van ons overvloedige brood. Ik deel u voorts mede dat volgende week zondag gemeente op 8 september 10:00 waarschijnlijk hoopt voor te gaan door meneer Jongebreur van de stad aan het Haringvliet. Dat leest u wel exact in de kerkbode deze week. 'Smiddags om half drie hopen wij afscheid van u te nemen. U kunt er wel in komen dat er enige gereserveerde plaatsen zullen zijn. Volgende week zondag 3:30. Dat kennen we gelukkig niet meer, maar misschien voor die bijzondere gelegenheid kunt u er wat begrip voor opbrengen. Ik weet nog niet welke, dat moet de kerkvoogdij, dacht ik, uitmaken, maar dat er nog enige plaatsen gereserveerd zijn. Schrikt u daar alstublieft niet van, want het is geen blijvende zaak. Doopaangifte voor de bediening van de Heilige Doop op zondag 15 september aanstaande, zo de Heere wil. Dat zal dan de doopsbediening zijn en de aangifte kan geschieden tot 7 september bij de scriba van de kerkenraad P. Boeter, Margrietstraat 24. Beide aangifte gelieve met het trouwboekje mee te brengen. Preeklezen voor de kerktelefoon op dinsdagavond 3 september om 7:45 zal dat
weer worden hervat. De extra collecte vandaag is bestemd voor de kerk. Dan dacht ik dat ik er ben, gemeentebehouders, de afscheidsavond, maar dat laat ik graag over aan dominee Maasland. Wij gaan nu over tot het zingen van psalm 115 en de collecte bestemd voor Bangladesh. Dat is de eerste collecte en de tweede, die overigens niet minder belangrijk is. Dat is de instandhouding van de eredienst. Wij zingen op psalm 115, het zesde vers. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. Het zevende vers, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. En het negende vers, op psalm 115, in het stille graf. Zingt niemand, Heere lof, 115, 6, 7 en 9.
niet, wat is Johannes de discipel die Jezus lief had, verschrikkelijk geschrokken op de morgen van de dag des Heren, zoals hij het zelf schrijft. Of hij nou de Sabbat ermee bedoeld heeft of onze zondag, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar wat is Johannes, dat is wel belangrijk dat u daar op let, verschrikkelijk geschrokken. Dan kun je natuurlijk de verschillende oorzaken schrikken. Er zijn mensen die schrikken al van een deur die dicht slaat in hun woning. Of die schrikken van een onweersklap, een onweerslag. Of er zijn mensen die daar vreselijk benauwd, vreselijk bang voor zijn, voor onweer. De mensen die bang zijn en die schrikken van een hond. Je kunt ook schrikken van blijdschap. Sommige mensen veronderstellen dat het dat geweest is bij Johannes op Patmos. Van blijdschap, omdat hij, u heeft dat meegehoord bij de schriftlezing, omdat hij een geliefde dode, en dat was voor hem de Heer Jezus Christus, de geliefde dode, zoals wij onze geliefden hebben, die neergelegd zijn in het graf en die we hebben moeten afstaan. Ik weet niet of u zo ook een geliefde dode heeft in de Heer Jezus Christus. Onze doden zijn ons meestal meer geliefd dan hij die dood geweest is en weer is opgestaan. Hoewel hij de meeste liefde waardig is. En wij onze geliefden aan hem te danken hebben. Maar je kunt schrikken van blijdschap, zei ik. Als je bij wijze van spreken een geliefde dode weer ziet. Dat kun je niet indenken. Daar kan je alleen maar over dromen, over peinzen, maar dan zou je verlamd staan van schrik, stel ik me zo voor. U trouwens ook. Zou je worden als een lijk, zoals Johannes aan de voeten van Christus valt als een lijk. Zo staat het er letterlijk. Lijkbleek, zeggen wij dan in ons spraakgebruik. Aan de grond genageld. Johannes die viel zelfs tegen de grond aan. Maar hij doet dat niet uit blijdschap. En hij doet dat ook niet omdat er een, zoals ik u sprak van die dichtvallende deur in die verlaten woning. Hij doet dat ook niet, als ik het zo even mag noemen, omdat er een kleine oneffenheid is in zijn omgeving. Dat is het dan toch bij een deur en dat is het dan toch ook nog bij een onweer. En Johannes die is overweldigd. Die heeft op dat moment een visioen. Hij is in geestvervoering en hij ziet dingen die een mens normaal niet ziet. Dat is helemaal niet vreemd hoor, dat moet u maar eens een psychiater vragen. Trouwens, daar hebben we allemaal wel eens last van, dat we gezichtshallucinaties hebben, dat we dingen zien die we anders niet zien en die er toch eigenlijk ook niet zijn. En zo goed als we dingen kunnen horen, stem kunnen horen en er is het toch niet, er is geen mens te zien. Dat is allemaal niet zo vreemd hoor, die Bijbel staat niet zo ver van ons vandaan, als wij wel vaak denken. Maar wat Johannes hier ziet en nu ziet in dit visioen, in deze geestvervoering, dat is onuitsprekelijk. Dat is in één woord verschrikkelijk. Wat ziet hij dan toch? Nou, hij ziet een mens die hij zelf omschrijft. Want hij is de apostel die veel geschreven heeft, zijn evangelie en de drie brieven. Maar als sluitstuk daarop, die machtige openbaring, die wij dan ook de openbaring van Johannes noemen. Dat is de enige die we hebben, er zijn er veel meer, maar die staan gelukkig niet in onze Bijbel.
Want die hebben de mensen gefantaseerd. Daarom moet u ook alleen maar spreken van de openbaring van Johannes. En niet van de openbaringen, wat je vaak hoort zeggen van Johannes. Dat is helemaal verkeerd. Er zijn er veel meer van Johannes, maar dat zijn apocryfe openbaringen. En die staan gelukkig niet in Gods woord, want dat zijn van die fantastische verhaaltjes die ik me niet vertellen zal. Omdat ik de lachers niet op mijn hand wil krijgen vanmorgen, daar is de preekstoel niet voor. Er is maar één openbaring van Johannes en dat heeft hij als sluitstuk op zijn arbeid mogen schrijven. En dat begint dan, die inzet, geweldig, want hij ziet er een die hij omschrijft als de zoon des mensen. Zoals hij hem zo vaak beschreven heeft in zijn evangelie. Hij ziet dus met andere woorden de Heer Jezus Christus, maar die heeft op dit moment als hij hem ziet niets menselijks meer aan zich. Die kun je bijna niet meer vergelijken met een kind van de mensen. Zoals hij gekomen is in zijn vlees en in zijn geboorte. Hij is eigenlijk voor Johannes onherkenbaar. Vandaar die schrik. Want hij is bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Dat wijst natuurlijk op het type, op het beeld van de hoge priester uit het Oude Testament. Een lang kleed en een gouden gordel om de borsten. Trouwens, u kunt de openbaring niet lezen zonder het Oude Testament, want daar is het helemaal op geënt. Als u het Oude Testament niet kent, dan kunt u eigenlijk het boek Openbaring niet lezen. Kunt u trouwens ook het Nieuwe Testament niet lezen. Maar goed, in die verschijning van dat lange kleed en die gouden gordel om de borsten, daar herkent u het priesterlijke van die zoon des mensen in. En dan heeft hij haar op zijn hoofd dat wit is, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Vindt u ook terug in het boek Daniel als het gaat over de oude vandaag, als u een beetje bijbelvast bent. Dat die zo beschreven wordt, de zoon des mensen. Maar dat witte hoofdhaar dat wijst bij Christus in de beeldspraak van de schrift op het beeld van de eeuwigheid. Ja, net als iemand die oud wordt, grijs wordt of nog niet oud is, al grijs is. Als een teken van de lengte van het leven. Zo in de Bijbel het witte haar, het beeld van de eeuwigheid. Van een die er altijd is en altijd blijft en altijd zal zijn. En dan even om het beeld vol te maken. Zijn ogen die hij heeft, deze zoon des mensen die Johannes ziet in dat visioen. Zijn ogen zijn gelijk een vlammenvuurs. En er schieten vlammen uit die ogen, zoals sommige mensen met hun ogen vlammen kunnen schieten van toren, kwaad zijn. En zo ziet Johannes dat bij Christus, als de zoon des mensen die bijna niets menselijks meer aan zich heeft. En die ogen als vlammenvuurs betekent natuurlijk dat hij dwars door alles heen ziet. Dat niets voor hem bedekt is. Dat je niets voor hem verborgen kunt houden. Dat je een geopend boek voor hem bent. Ik heb ook wel eens van die mensen waarvan je zegt, die hebben ogen in hun hoofd dat ze dwars door je heen kijken. Maar bij Christus is dat natuurlijk allemaal in hogere zin. In rijkere mate. Dat zegt natuurlijk iets van zijn alwetendheid. Van de Heer Jezus Christus. U hoort steeds hoe die heel anders beschreven wordt dan die zich voorgedaan heeft op aarde. En zijn voeten waren blinkend koper en gloeiden als in een oven. Dat zegt natuurlijk iets van zijn heiligheid. Als hij ergens loopt, dan verschroeit alles onder zijn voeten. Wat niet in overeenstemming is met de heiligheid als van gloeiend koper van zijn eigen voeten, moet u zich voorstellen als Christus vanmorgen door de kerk heen loopt. En dat loopt hij. De vraag is maar of hem zien lopen en voelen lopen. Dan verschroeit alles onder zijn voeten wat niet heilig, wat niet volmaakt, wat niet volkomen is.
Moet u zich eens indenken. Zou u dus zonder brandvlekken afkomen? En heeft een stem, deze zoon des mensen, als een stem van vele wateren. Omdat er uit zijn mond een geluid komt als van een tweesnijdend scherp zwaard. Zet Johannes even verder op. Dat is die stem van God, dus ook van de Heer Jezus Christus. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, die zegt... Laat ons mensen maken. En dat er licht zijn, net als bij de schepping. Zo'n stem hoort Johannes. Vandaar dat geluid als van vele water. U vindt dat ook weer terug in Ezechiël, maar dat kan ik niet steeds zeggen. Dan wordt het wat te verwarrend. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Als een verterend vuur, als een ontoegankelijk licht. En dan dacht ik dat u met mij aan kunt voelen dat het helemaal geen wonder is dat Johannes schrikt uit louter vrees bij het zien van deze dingen. Nu moet ik u even uit de droom helpen, even wat zeggen. Dit gedeelte, dat is natuurlijk die inzet van de openbaring van Johannes... Dat staat natuurlijk in een bijzonder licht. In dit licht dat hier een profeet geroepen wordt. Johannes was de discipel des Heren, maar dit is een profetische roeping. Net als in Jesaja 6, als Jesaja geroepen wordt onder die geweldige, majestueuze tekenen. Doe zich hier ook voor. Hier wordt een profeet geroepen. Johannes, die discipel, was tot schriftprofeet. Niet tot woordprofeet, want hij hoeft niks te zeggen. Hij hoeft alleen maar te schrijven. Hè? Moet u eens opletten. En moet eens opletten. Johannes wordt geroepen tot een schriftprofeet. Hè? Dat is één gedachte, want de beelden glijden natuurlijk over elkaar heen. Maar er zit in het gebeuren toch ook nog een andere kant. Een kant die ons raakt. Wij worden door dit visioen niet net als Johannes, want dat is heel persoonlijk bedoeld, geroepen om profeten te worden. Of profetessen. En dan met name om de pen te hanteren. Dat is niet waar. Maar er zit toch ook nog wat anders in. Dat moet ik u wel doorgeven. Vandaar die schrik bij Johannes. Hier klinkt ook iets in door. In die tekenen die ik u genoemd heb van de Zoon des Mensen. Zoals die zich manifesteert. Zoals die zich openbaart. Hier klinkt ook iets in door van de wijze waarop wij hem eens zullen zien. Heer Jezus Christus. Waarop wij hem eens zullen ontmoeten. En je moet hem ontmoeten in je leven. Daar komen we zo op terug. Maar als je hem in je leven misloopt, als je hem links laat liggen, als je doet alsof hij er niet is wanneer hij klopt op de deur van je hart, dan moet je er rekening mee houden, mensen, jongelui, dat je hem toch een keer zult ontmoeten. En dan zal dat een schrikkelijke ontmoeting zijn. En dan zal die niet meer komen als het kind in de kribbe, niet meer als het lam te midden van de wolven, niet meer als een mens te midden van de mensen, maar dan zal hij komen in die gestalte, in die gedaante waarin hij u hem hier ontmoet. Zo komt hij, op de wolken. Te oordelen de leven en de doden om te scheiden de schapen en de bokken en de bokken. Zo komt hij. En daarom moet Johannes dat ook schrijven, opschrijven. En dan geloof ik als hij zo komt, en komen doet hij, want hij is de eerste en de laatste, en zijn woorden zijn waarheid en getrouw, zelfs als wij er helemaal geen rekening mee houden, komen doet hij en ontmoeten zullen we hem. Nu geloof ik als hij zo zal komen, en u en ik zullen het meemaken wanneer de graven geopend worden van degene die gestorven zijn en de anderen in een punt destijds worden veranderd. Dan geloof ik wanneer wij hem zo zullen ontmoeten, dan zullen wij, wie wij ook zijn, schrikken. En als dood voor zijn voeten vallen. Dat staat vast.
Of niet? Of staat u nogal vast? Op uw eigen benen. Als nou zelf Johannes, de discipel die Jezus lief had, die gelegen heeft in de schoot van Christus, hè? Deze stille figuur, meditatieve figuur, die hebben altijd, hè, stille water hebben diepe gronden, die hebben altijd diepe wortels, dat had hij ook in zijn geloofsleven, geloof dat maar hoor, deze Johannes. Als nou zelfs deze Johannes, die in het leven zo dicht bij de Heer Jezus Christus heeft gestaan en nauw aan hem verbonden was, omdat hij dan ook genoemd wordt de apostel der liefde, omdat hij met evenveel recht de apostel van het geloof genoemd kan worden. Als nou zelf deze Johannes, dit kind des Heren, hem ontmoetende in die heerlijke gestalte, voor zijn voeten neervalt als een dode, nou, dan durf ik met alle recht te zeggen, dan sluit ik mezelf maar in en desnoods u uit. Dat als die ontmoeting plaats zal vinden, houdt u daar rekening mee, gemeente. Als u niet gelooft, moet u het vanaf vanmorgen gaan geloven, hoor, dat het echt gaat gebeuren. Als die ontmoeting plaats zal vinden, dan zullen wij als dood voor zijn voeten vallen. Uit vrees. Ik weet niet wat dat zal zijn, ik probeer het me in te denken. Ik heb dat van de week ook geprobeerd, wat dat nou zal wezen. He, dat er iemand is die dwars door je heen kijkt, dat je ineens een geopend boek bent. Dat al je daden en je gedachten, die je zelf misschien vergeten bent van jaren her. En waarin de zonden voor het grijpen lagen en liggen. Dat al die daden en gedachten ineens open en bloot voor Christus. Als een geopend boek van mijn leven, van uw leven, zullen zijn te lezen. Zo heb ik me dat geprobeerd in te denken. En die ziet hij. Met dat witte hoofdhaar, met dat lange kleed, met die kopergloeiende voeten. Wandelen tussen de zeven gouden kandelaren, deze zoon des mens in zijn heerlijkheid, die ziet hij, die doorgrondt hij. Want u kunt wel wat verborgen houden binnen uw slaapkamer, binnen uw woonkamer, binnen uw werkgebied. U kunt wat verborgen houden, maar het wordt geopenbaard. Dan zullen wij alle hem te voet vallen. Zoals Johannes dat hier doet. Dat zit er natuurlijk ook in dat visie. Er zit veel meer in natuurlijk. Maar dat zit er natuurlijk ook in dit visie. Het wederkomst tafereel. Zoals die ene persoon Johannes daarmee in contact wordt gebracht. Zo worden wij middels de prediking daarmee in contact gebracht. Dat we zeggen, daar hebben we mee van doen. Dat staat ons te wachten. En ja, wee ons. Zegt u dat? Zegt u dat nu? Ah, dat is natuurlijk het geheim in de schriften, in de kerk, in je leven, in het geloof. Dat moet je niet dan zeggen. God is erop uit, mensen, dat je dat nu leert zeggen. Wee mij. Want ik verga, dan zit ik weer in dat roepingsvisioen van Jesaja. Daar kan ik maar niet van loskomen. Ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon te midden van een volk dat onrein is. Ik heb haar niets te verwijten, zij mij niet. We zijn allemaal dezelfde. Wij zijn allemaal onrein. Als we staan tegenover hem. Dat zal wel wezen. Ja, daar zitten we nou in ons nettenpak hier op zondag. Onder de stralende zon, door de ruimte van de, door de ramen van de kerk, dat zal wel zijn. Dat bedoel ik niet als kreet, hoor. U weet wel hoe nekel ik daaraan heb om kreten te houden op de preekstoel. Of zo te praten dat je er zelf beter van wordt, of dat de mensen zeggen, nou, dat is zwaar zeg. Horen we nog graag ook. We worden ons nog gestreeld, gekieteld. En maar blijven die we zijn. Wat zijn er veel mensen die gebleven zijn, die ze waren. In die afgelopen jaren. Nee, ik bedoel dat als een levende werkelijkheid. Dat je zegt, dat zal toch wat zijn. En dat je dat nu zegt. En dat je dat zegt met de trillingen van je hart.
Niet met die spieren van je mond en je lippen, dat is allemaal zo makkelijk. Ach, wat hebben we veel dingen gezegd in die 6 jaar met onze mond, ik hier, u daar, in de week, tegen elkaar, met onze lippen. En dat ons haar niet meetrilde, zoals het hier mee moet trillen. Dat we zeggen, dat zal toch wat zijn als hij zo wederkomt. En ik moet hem zo tegemoet zoals ik ben. En die ik ben. En ik ben niets. Maar dat je dat gaat zeggen met de trillingen van je hart. Dat mag je zeggen. Dat mag ik van mij elke dag zeggen. Dat mag je in elke minuut zeggen. Dat mag je zeggen, dat zal toch wat zijn. Als ik in aanmerking neem wie ik ben en wie hij is. Ja, wie hij is. Wie is hij? Ja, de zoon der mensen, wie is hij? Ja, blinkend, helder, glanzend, heilig, afschrikwekkend. Hij is God in God. God met God. De zoon van God. De tweede in God die nochtans de eerste is. De eerste die nochtans de tweede is. Wie is hij? Moeilijk, hè? Is het moeilijk? Weet u wat het makkelijkste is? Om te gaan ontdekken wie je zelf bent. Ja. Echt te gaan zien wie je bent. En dan komt hij wel bij jou om te zeggen wie hij geworden is. Hij legde zijn rechterhand op mij, zegt Johannes. Dat is een soort zwaardslag van een ridder, hè? De profeetslag. De rechterhand op deze Johannes wordt gelegd door die zoon des mensen, die zo geweldig ver van hem vandaan stond, dat hij hem niet meer aandurfde te zien en zijn ogen dichtkneep, hoewel het licht er wel doorheen gestraald zal hebben en tegen de grond aan is gaan liggen, net als de herders in Efrata's velden en wie al niet meer in de Bijbel iets met de heerlijkheid Gods van doen heeft gehad. Maar hij legde de rechterhand als een teken van gemeenschap. Ah, dat is nou het wonder. Dat is het halleluja uit de openbaring van Johannes. Dat is het loof den Here uit de gesmade en uit de zondige ziel. Dat is de koorzang waar je zoveel op de citers en de trommels van hoort in dit machtige boek. Dat is het wonder der verrijzenis van iemand die als een lijk voor zijn voeten ligt. Dat uitsteken van zijn hand, dat teken van zijn gemeenschap. En dat zeggen door zijn mond. Ik, die leef, ben dood geweest. Kijk, ligt erom destijds weer maar enkele dingen uit, gemeente. Maar u moet dat aanvoelen. Al aanvoelen van de week of een paar weken terug op censuurmoord op de kerkenraad. Toen zeiden we ook, ja, maar geloof, gevoel, hè, weet u dat wel? Is geloof nou gevoel en kun je geloven zonder gevoel? En moet je het nou altijd voelen en ook met het avondmaal? Hartelijk dank aan de broeders, dat kan ik natuurlijk volgende week niet zeggen, voor die bijzonder open gesprekken die we vaak gehad hebben in die geheiligde consistorie. Dat wordt het dan natuurlijk. Juist rondom het avondmaal. Dan heb ik gezegd de laatste keer, ja, ik geloof toch langzamerhand. Ik ga het steeds meer geloven, dat je het ook moet voelen. Zeg het zo, maar je moet het toch zo zeggen dat de mensen het verstaan. Geloof moet je voelen. Het drijft niet op het gevoel en het mag niet alleen op het gevoel drijven. Ik weet het allemaal wel. En het gevoel mag het geloof niet overspoelen. Dan krijg je die gevoelige standjes en staartjes. Ik weet het wel. Maar dan spreek ik maar uit eigen ervaring. Zeg ik toch, geloof moet je voelen. Waar of niet? En dan durf ik te zeggen, wie het voelt, die heeft het. En wie het niet voelt, dan denkt u natuurlijk dat ik zeg, nou die heeft het dan maar niet. Nee, gemeente, dat heb ik hier toch nooit gezegd. Wie het niet voelt, die sluit zich af. Moet u luisteren, hoor. Voor het barmhartige gevoel van God. Dat geopenbaard wordt in de rechterhand van Christus, ja wat meer is, in de woorden die hij spreekt tot Johannes door te zeggen, ik die leef, ik ben dood geweest. Ik ben dood geweest.
Johannes, jij ligt wel als een dode aan mijn voeten. Wil Christus zeggen. Maar ik was een dode, Johannes. Jij wordt wel als een lijk. Verschrikt door de heerlijkheid. En schrikkend voor je eigen zondigheid en tekortkomingen en onvolmaaktheid. Maar ik ben voor jou een lijk geworden. Ik ben in jouw plaats gaan staan. Ik ben in jouw dood ingegaan. Ik ben in jouw zonde ingekomen. Ik heb jouw leven geleefd. Als eerste en laatste van het begin tot het eind. Ik ben vlees van jouw vlees en been van jouw gebeente geworden. Ik die God ben, heerlijk en heilig. Ik ben in jouw plaats gaan staan en afgedaald in de diepe schachten van jouw vernedering. Dat is toch wat? Dat is een gevoel. Onvoorstelbaar. Voelt u dat al? Zeg. U die natuurlijk zo vaak niets gevoeld hebt en ik die op de preekstoel stond en zo vaak niets gevoelde. Ja, ik zeg het u eerlijk. Gevoelloos staan preken. Komt dan ook op je af. Laat ik het alsjeblieft niet op u afvuren. Gevoelloos staan praten. Als je dat nou voelt, dan zeg je vanmorgen. Heer, als ik dat nou gevoeld heb. Als ik dat nou geloofd heb, laat ik het dan zuiver houden. Maar ik wil het zo graag dichtbij u brengen. Wat is dat geweldig? Wat is dat overweldigend? Dat is niet te verwerken, mensen. Dat is niet te verwerken. Dat is leven. Al lijkt het te dood te zijn. Dat is sterven, hoewel het een opstanding is. Die verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, aan zijn dood en zijn opstanding. Wetende en ziende dat hij onze en mijn plaats heeft ingenomen. En dat hij geworden is tot mijn zonde. En dat ik o wonder geworden ben tot zijn volmaaktheid, zijn gerechtigheid. Wat is het nou eigenlijk? Heb je dat meegenomen? Weet u wat het wonder is, gemeente? Dat Johannes, hè, die dat toch wel wist of niet, die kende dat toch wel. Dat was de discipel die Jezus lief had. Jezus had hem lief in de eerste plaats. En daarom heeft hij Jezus lief gekregen. Dat is altijd zo, hè. Als wij hem hebben lief gekregen, dan is de voortschrijding van het geloof dat we gaan ontdekken dat hij de eerste was. Hij blijft ook de laatste, maakt u geen zorg. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Er is in hem een onuitroeibare volharding. Om vast te houden wat hij begonnen is. Om voor te zetten waar hij zelf een aanvang heeft genomen. Maar u zult zeggen, deze Johannes die wist dat toch wel, die kende dat toch wel, die voelde dat toch wel, die geloofde dat toch wel. Ja, maar die moet er opnieuw ingezet worden. Ik weet niet waarom. Of ik weet wel waarom. Ik weet dat de mens er opnieuw, gedurig opnieuw moet worden ingezet. Ach, want anders is hij er gedurig uit. Hè? En dat hij gedurig moet leren zien dat hij Christus het heeft gedaan en hem vasthoudt. Anders laat hij gedurig los. Dat is nou eenmaal de strijd van het geloof. En die trek ligt ook in deze verse besloten. En daarom streekt Christus de rechterhand uit. En legt hij op de bevende schouders van zijn discipel, van zijn kind Johannes. En daarom spreekt hij die woorden als een herinnering. Ik ben dezelfde die dood geweest ben, maar ik leef. En ik ben leven tot in alle eeuwigheid. Ja, dat is dat teruggrijpen op dat beeld. Op dat beeld, het tafereel van die witte haren en die gloeiende koperen voeten. Ik ben leven tot in alle eeuwigheid. Ik ben er onder alle omstandigheden, Johannes, wat er ook met je gebeurt in je leven, waar het ook heen gaat. Ik ben er. En hij schuift zichzelf alsmaar voorop. Wat is dat een geweldig schuifprobleem, gemeente, als Christus zich alsmaar voorop schuift in ons leven en wij alsmaar achter hem aankomen.
achter hem aankomen en zien dat dat een goed wandel is, al kan het pad dan wel eens oneffen wezen, en zien dat het de goede kant op gaat. En dan eindigt Christus met te zeggen, ik heb de sleutels van hel en van dood. Natuurlijk, Johannes die is bevreesd geweest, waarvoor? Voor de dood. Nota bene, hij zit toch verbannen op Patmos. 80 jaar na Christus, vermoedelijk onder de vervolgingen van Domitianus, hevig, zwaar. En hij zou toch niet bang geweest zijn voor het kille zwaard als hem dat getroffen had, ik geloof het niet. En hij zou toch niet bang zijn als hij voor de leeuwen was geworpen, dacht het niet. Dat is natuurlijk aangrijpend, hè. Boek der Martelaren zag ik van de week nog in de gemeente van iemand die dat gekocht had. Aangrijpend, hè? Je leest 100 bladzijden en nou even stoppen. Ik heb het ook gelezen. Nou even stoppen. Wordt het me te veel. Het is natuurlijk ook aangrijpend, hè? Die moed van die mensen. Die geloofsmoed. Het huilen van die kindertjes. Bij hun vader of moeder of bij hen beiden. In de arena. Het is aangrijpend. En Johannes is dat niet ten deel gevallen. Hij is eruit geteeld, hij is verbannen naar Patmos. Maar hij was niet bang geweest om te sterven. Nu wel. Nu wel. Aan de voeten van Christus. Vrees, die staat er. En Jezus zegt, vrees niet. Ik heb de sleutels van hel en van dood. Van de week voor de radio. Zomaar. Voor de eten. Toen zei een psychiater. Mijn vrouw had het gehoord. En het ging over een verpleeghuis. En die had het over dementeren, hè? Psychisch gestoord zijn. Hij wou niet van dementeren spreken, dat voel ik wel aan, maar van psychisch gestoorde. Hij zei in een interview, en die mensen, die dementie, dat psychisch gestoord zijn, dat heeft onder andere tot oorzaak omdat die oudere mens zo bang is voor de dood. Dat zijn ze ook. Ze verbergen en verdringen dat wel, maar het is niet zo moeilijk. Dat is een kwestie van gesprekstechniek om ze met 5 minuten op de rails te hebben als je ermee praat over de dood. Hij is er doodsbenauwd van. En zei die psychiater of geneesheer directeur, ik weet niet precies wat het was meer. En zei die moeten begeleid worden, die mensen. Ja, toen zei die man die hem interviewde, maar door wie? Hij zei, nou door de vakbond. Historisch hoor, zover zijn we. Die ook begeleidt met je CAO en naar je AOW. Zover zijn we in onze geseculariseerde, verwereldlijkte, ontgoddelijkte wereld. Dat die oude stumpers, vergeef me dat even als ik over mensen praat die volwaardig mens zijn, die zitten met de angst voor de dood, en daar schijnt het dan heen te gaan, die moeten begeleid worden, misschien dan door een maatschappelijk werkster, maar dat was dan in dit geval door de vakbond. Hoef niet te vragen voor welke uitzending dat was, maar goed. Dan zeg ik, tjoep, hoe ver zijn we eigenlijk? Dat zei die man natuurlijk, omdat hij het zelf niet aandurfde. Daar kijk ik wel doorheen, als arts. Wist ook geen raad met de dood. Hé, hey, dat weet alleen het woord. Laten we dat maar hard zeggen tegenwoordig. En niet alles uit onze vingers laten glippen wat er gebeurt om je heen. Dat weet alleen de Heer Jezus Christus. Dat weet alleen die mens die in dit leven hem ontmoet heeft. Al zou het dan in de ouderdom van zijn leven zijn, dat kan ook nog een keer. Die hem ontmoet heeft en die ontdekt en ziet en zegt. Als hij zijn leven terugziet en overziet. Dat hij schuldig is, dat hij zondig is. Dat hij het oordeel verdiend heeft. En die de hand voelt van de prediking en in de pastorale begeleiding. De rechterhand van deze Christus met wie niet te spotten valt. Maar die zich nochtans uitstrekt naar het arme en het nederige en dat voor hem buigt. Heel die buigt. En die dan hoort uit de mond der waarheid. Dat hij de sleutels heeft. Dat is natuurlijk een vorm van bevoegdheid, hè, dat beeld van die sleutels. U hebt een sleutel van uw huis. Als u straks naar huis gaat, dan zet het allemaal weg. En u draait het slot om en u gaat naar binnen. Dat is uw bevoegdheid. Dat is uw huis. Het valt altijd nog niet mee om zonder huis te zijn en zeker niet een woningzoekende te zijn. Dat is een heel merkwaardig gevoel. Maar de sleutel betekent uw huis.
uw bevoegdheid, zeggingskracht, over dat dak, over dat milieu van bescherming. Al zijn het dan stenen muren, dan moet u daar niet op vertrouwen, want het gaat om een ander milieu. Het gaat om een ander huis, het gaat om een andere bescherming, het gaat om hem die de sleutel Davids heeft om de Heer Jezus Christus. Die beschermt je bij het leven, ja, die beschermt je bij de dood. Omdat hij de sleutels heeft van hel, of dat nou graf is in deze betekenis, dat staat in de nieuwe vertaling, dat komt. Omdat Johannes, als hij het over hel heeft, altijd spreekt over de poel des vuurs. Die heeft het over tweeërlei dood, hè. Maar dat doet niet de zaak, het graf is toch de toegang tot de hel. En daarom houden we het daar maar op wat hier staat, dat is niet verwarrend. Ik heb de sleutels van hel en van dood. En de dood is ook weer de toegang tot de hel. Maar die toegang tot dat wat vrees aanboezemt, dat wat we verdiend hebben. Dat wat je stil en koud kan maken bij momenten. Dat waar je tegenaan kijkt en niet doorheen kan zien, dat wat je jezelf moet aanschrijven en aan moet wrijven. En zo gaat dat dan in je leven als je iets gaat verstaan van deze dingen. Dat waarvan je zegt het is verdiend bij je leven. Daarvan, zegt de Heer Jezus Christus, heb ik de sleutels, de macht en de kracht. En dat wil zeggen, ik doe ze op slot. En u kunt wel denken aan de buitenwacht. Die gaat de dood in en het graf in en de hel in. Maar ik doe ze op slot. Ik sluit en niemand opent. Ik open en niemand sluit. En als hij dat op slot doet, want een mens moet toch ergens blijven. Een mens moet toch ergens blijven. Een beest, zegt de prediker, keert weer tot de aarde. Maar een mens naar het lichaam keert weer door de aarde en zijn ziel keert weer tot God. Als een mens dan niet blijft in de omarming en in de omraming van hel en van graf, van duivel en dood, dan zal hij moeten vallen in de armen van de barmhartige God na zijn dood. Omwille van de Zoon des Mensen tot het leven. En tot in eeuwigheid. Nou, dat is toch wat. Je bent nog niet zeker van wie is er hier zeker van zijn leven. Als je de kerk uitstapt, dan kun je een hartinfarct krijgen door te veel cholesterol. Omdat ons bloed verwet. En je hoort het zo om je heen. En morgen is je keel verdikt en je moet naar de dokter duwen en die stuurt je naar Daniel de Hoed. Mensen, wat een naargeestige, angstvallige, betrekkelijke, wankele, aangrijpende zaak. Ik roep u op dat u tot hem roept, die hier zegt het leven te zijn, het leven te geven, het leven tot in eeuwigheid. Want dat evangelie heeft zijn kracht, doet zijn kracht. Ik ben één woordje vergeten, maar laat ik daar dan mee eindigen. Jezus zegt er aam op zijn eigen woorden. Te zeggen tegen de wankelen, de schuchtelen, de benauwden, de bevreesden, het is wis en waarachtig. U kent dat laatste woord van het Onze Vader en het laatste woordje uit onze catechismus. Het is wis en waarachtig. U kunt erop aan en wij moeten het leren beamen. In leren stemmen. Gevoelen, geloven. Dat we niet op onszelf aankunnen. Dat niemand op ons staat kan maken. Maar dat we op hem aankunnen. Die het volle leven is. En het leven geeft. Het leven in zijn onvergankelijkheid. Hier en eeuwig. Amen. Meneer, wij gaan dank zeggen. Heren, we doen dat voor uw heerlijke, rijke, onpeilbaar, diepe evangelie, waar wij in onze gedachten en met onze mond en in onze gesprekken zo vaak maar wat mee kunnen doen zonder dat dat evangelie iets met ons doet. Zo vaak het kunnen verduimelen en vermorsen.
zo vaak langs ons heen laten glijden. Met allerlei excuses, allerlei verontschuldigingen die toch in uw oog geen verontschuldiging zijn. Te zeggen het is te moeilijk, het is te scherp, of het is te makkelijk, het is te ruim. Ik kan er niet bij, of ik heb geen tijd, of ik heb wat anders aan mijn hoofd, of ik zit er niet in, ik ben er niet bij grootgebracht. Heer onze God, ruim dat alles is op en breng er ons eens bij. Gij moet er ons eerst bij brengen, opdat het voor ons zwaar gaat wegen dat gij er ons bij houden zult. Dat we erbij blijven zo. Dat is altijd weer een tweede fase, een tweede strijd. Maar breng er ons bij. Nee, heren, wij vragen meer, wij vragen alles van u. Breng ons erin. Breng u zelf in ons. En breng ons in hem, die gij hebt uitgebracht en uitgedacht van het leven, de zoon des mensen. Dat ons leven met Christus verborgen mag zijn in God. Dat is het hoogheilige brengen, het inbrengen, het overenden van die dode tak in die nieuwe boom, in die levensboom die gij geplant had in het paradijs en waar Christus van sprak dat we ranken moeten worden van hem, opdat we leven uit zijn sappen, opdat we zijn bloed, het bloed van zijn verzoening, het bloed van zijn vergeving, het bloed van zijn overwinning door onze aderen vloeit en voelen vloeien. Laat dat, Heere, in uw heiligheid en voorzienigheid de werking mogen zijn van dit heilige evangelie, in jong en oud, groot en klein, in degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon, die oud zijn en die er niet meer bij denken te kunnen horen, in degenen die ziek zijn en ver van ons verwijderd of dichterbij verzorgd en verpleegd worden, in degenen die in de bange nood van de dood verkeren. Het is toch zo'n machtig evangelie. Breek ermee door. In huis en hart. En laat deze dag in uw huis, uw naam, geleerd, gekend en geprezen mogen worden. Erbarm u over ons, onze gemeente, ons werk, onze toekomst. Erbarm u over anderen buiten ons, daar helemaal in Bangladesh getroffen door een ramp. Duizenden doden, geweldige gevolgen, allemaal in beslag genomen, als we ons daar even in verplaatsen, door wat hen heeft getroffen, al die mensen en die kinderen, het zijn tekentjes. Tekenen van wat ons eens treffen zal. Maar dat neemt niet weg dat het zo treffend is, dat we getroffen moeten worden tot in ons hart en in onze portemonnee. Bij te staan die tekortkomen. En Heere, om bovenal te weten dat uw treffen met ons reeds plaats heeft gevonden. In hem die getroffen werd. Die getroffen werd aan het kruis. Tot in het diepst van zijn ziel. Die gewond werd. En die gebonden is. En gedood. Dat wij zouden mogen verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop en waarin geen rouw, geen ramp, geen honger, geen dorst, geen traan, geen zonde, geen dood, geen duivel, geen strijd meer zal zijn. Omdat gij zult zijn, alles en in allen. Geef dat wij alles van u hier leren verwachten. Opdat wij tot die allen mogen behoren door uw genade om Christus wil. Amen.
Weet u, wij gaan zingen onder onze extra collecte bestemd voor de kerk als antwoord op de prediking uit Psalm 102, daarvan het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Dat is het 11e vers op Psalm 102 en vers 15. Als een kleed zal het al verhouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat het stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. En wat er verder volgt in de versen 11 en 15 uit Psalm 102.
Gaat heen in vrede ontvangen de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met God de Heilige Geest zij en blijven met en in u allen. Amen.